Een van de egeltjes. Ik kwam binnen dat hij veel te klein was voor in de winterslaap. Moet nu nog even een paar gram aankomen en dan kan hij ook naar buiten in de schuur. Om een beetje met elkaar te vergelijken, in 2017 hadden we het hele jaar hadden we rond de 80 egels opgevangen. Dit jaar 145, dus het is bijna dubbele. En op het moment hebben we 41 egels in de opvang. Nou, ik ben nu een hokje aan het klaarmaken voor de egel, die straks weer terug gaat. Nou, we vermoeden, het is niet alleen bij ons, er zijn ook andere opvangcentra, is het ook vrij druk. Aanhoudende droogte in de zomer, moeilijk voedsel te vinden, later nestjes gekregen dan normaal. En toen in één keer werd het heel koud, dus moeite met voedsel zoeken en veel te klein om in de winterslaap te gaan. Dus daarom is het, denken we, nu zo druk. Kunnen mensen thuis wat doen ook? Mensen kunnen thuis in de tuin voer neerzetten voor de egels. Een bakje water en een bakje vol met kattenbrokjes. Dat als de egeltjes wakker worden, dan hebben ze in ieder geval wat te eten als in deze periode van het jaar. Wat mensen vooral niet moeten doen, is het zelf thuis gaan proberen. Het is natuurlijk heel goed bedoeld als je een egeltje vindt, mee naar huis nemen, eten geven, tot hij wat beter gaat. Alleen, ten eerste mag het niet. Volgens de wet mag je ze niet thuis houden. En ten tweede hebben ze gewoon een hele specifieke verzorging nodig. Dus het is eigenlijk helemaal niet goed als je ze thuis houdt. Dus breng ze vooral hier als je een egeltje vindt. En dan geven wij ze de juiste behandeling. Ja.